Goedemorgen. Ik dacht vandaag, ik doe mijn gele baret maar op, want ik heb al een zwart t-shirt aan. En het is vandaag de dag van het licht. Dus ja, om een beetje op te vallen, ik denk, doe gele baret op. Dag van het licht, wat moeten we daarmee tekenen? Volgens mij hebben we al eens een keer een lampje getekend, maar ja, laten we dat nog maar eens even doen. Zo'n peertje, hoe ziet dat er nou uit? En hoe kunnen we nou licht creëren? Doe je weer mee? Vandaag is de dag van het licht. Nou ja, laten we dan eens een schemerlamp tekenen. Of tenminste een lamp. Zo. En daar hangt een lampje aan. En daar hangt een koordje aan. Om dat lampje aan te doen. Zo. En dan zeggen we een klik. En dan hebben we licht. Zo. Licht. We kunnen natuurlijk ook een lamp tekenen. Ga ik nog even uit van de gloeilamp. Een ledlamp zou je ook kunnen tekenen natuurlijk. En we doen het licht aan. Hopla. Kan je natuurlijk ook doen op een andere manier. Als je de lamp hebt. Zo. Kan je ook zeggen, zo het licht aan. Ik zou ook de zon kunnen tekenen. Dat is ook natuurlijk ook licht. Verschillende manieren om licht te tekenen. Ja, de maan zou ook nog kunnen. Wat ik wel vaak zie, de maan die wordt natuurlijk altijd door de zon aangelicht. De zon zit altijd aan de andere kant van de aarde dan, of aan de zijkant ergens. En ik zie wel eens op tekeningen, dan zie ik die maan zo afgebeeld. Dat kan helemaal niet, dan zou het licht van boven moeten komen. Het licht komt altijd van de zon die ergens achter de aarde is verdwenen. Dus als je de maan tekent, even een tip, dan is hij altijd zo of zo. Zeker hier op het noordelijk halfrond. Je kan natuurlijk, de maan zou ook nog wel rechter kunnen zijn, maar nooit dit. Dit kan gewoon niet. Ja, was even een tip. Ga zelf aan de slag. Kijk eens wat voor lampjes je in huis hebt. Wat voor lampjes je nog zou kunnen tekenen. Lichtjes, lampjes. Zon, maan. We hebben al eens verleden ook wel eens vaker de maan getekend. Nou, ga ermee aan de slag en dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!